Heb jij ook altijd al een baan in de sport geambieerd? Het lijkt mij bijvoorbeeld fantastisch om een succesvolle voetbalcoach te worden. Maar ja, daar heb je natuurlijk wel een opleiding voor nodig. En zo zijn er verschillende mogelijkheden om je te laten opleiden tot sportcoach. En daar gaat de kijkersvraag van Raymond over. Ja, dit zijn de fitness- en personal training opleidingen. Ja. Dus ik begin bij de fitness A-opleiding. Mm-hmm. En aanvullend de fitness- de personal training opleiding. En de... Een hele goede morgen, heren. Goedemorgen. Jij moet Raymond zijn. Ja, hi. De kijker met de kijkersvraag. Yes. Al inschrijfformulieren in de hand, daar gaan we het zo over hebben. Ja. Jij moet John zijn. Vertel eens, waar zijn we nu? We zijn hier in Weert bij EVA Opleidingen. We zijn een opleidingsinstituut voor mensen die fitness trainer willen worden, personal trainer willen worden of een sportinstituut willen gaan managen of leefstijlcoach willen worden. Die worden hier opgeleid? Die worden hier opgeleid, maar ook op verschillende locaties in het land. Maar waarom zouden mensen voor deze opleiding kiezen dan? De vraag van de consument die binnenkomt, van de deelnemer binnen de sportcentra, die verandert. Er zijn er veel die kiezen voor, ja, ik wil alleen maar lekker trainen. En een andere die wil afvallen, die heeft diabetes, die moet herstellen van een ziekte of van een blessure. Of die steeds meer vraagt van mensen, ik wil gewoon lekker gezond leven. Mm-hmm. Maar help me daarbij, want ik val telkens terug in oud gedrag. En dus er is steeds meer behoefte aan het begeleiden van specifieke doelgroepen en het begeleiden in leefstijl. Dus in een actieve leefstijl ontwikkelen. En daar passen wij onze opleiding op aan. Raymond staat natuurlijk niet voor niets met zijn inschrijfformulier in de hand. Jij hebt een verregaande interesse in sport. En daar heb jij een vraag over getweet. Ja. Vertel eens, wat wil jij weten? Ik zou graag willen weten, hoe ziet de sportcoach er van de toekomst uit? En hoe kan ik het worden? Dat is een leuke vraag, zeg. Ben ik ook wel benieuwd naar. John, kunnen we een trainingssessie bijwonen? Ja, dat kunnen we zeker. Er is een personal trainer actief. Die is lekker bezig. Nou, kunnen we even gaan kijken? Die kant op? Ja. Yep. Nou Marco, je was druk bezig hè, als personal trainer. Ja. Daar heb jij een opleiding voor gevolgd. Wat heb jij als personal trainer geleerd op deze opleiding? Nou, bij de NESM personal training opleiding heb ik heel veel geleerd. Maar ik heb vooral ook veel praktische tools en een stappenplan meegekregen. Waarmee ik eigenlijk duidelijk inzicht kan krijgen in de belastbaarheid van de persoon. De doelstelling van de persoon. En dan ook een specifiek programma kan maken daarmee. Het is vergelijkbaar met, ja, als we het lichaam gaan trainen, dan gaan we het zwaarder belasten. En dat kun je zien als we auto gaan rijden, moeten we ook zorgen dat de wielen goed uitgelijnd zijn. En dat is eigenlijk wat we als eerste doen, voorwaarden scheppen om goed het lichaam te kunnen belasten, zodat we ook een optimaal resultaat kunnen behalen. Nou ja, oké, maar we zijn hier natuurlijk voor Raymond, sportcoach in de toekomst. John, wat gaat de toekomst brengen? Ja, waar de trainer vroeger eigenlijk met name richting die training, op die training gericht is, is de trainer van de toekomst is ook steeds meer in de richting van doelgroepen. Wat ik straks al aangeef, iemand wil afvallen, iemand wil gezonder worden. En onze brancheorganisatie FitVac heeft net een richtlijn opgesteld, overgewicht-obesitas-richtlijn. Daar is een overgewicht- en obesitas-coachopleiding van ontwikkeld. En dan leert iemand heel specifiek, hoe kan je iemand begeleiden als die af wil vallen? En dat gaat breder dan alleen maar de training. Dat gaat ook over voeding. En dat gaat ook een stuk over mentale begeleiding. Dus de trainer van de toekomst is veel meer de leefstijlbegeleider. En de gedragsbegeleider dan alleen de fitnesstrainer. Nou, Raymond. Is het een opleiding voor jou, denk je? Ja, absoluut. Ik heb vandaag veel gezien, veel gehoord. En ik ben altijd al geïnteresseerd in deze sport. En na vandaag ben ik eigenlijk nog veel meer gemotiveerd. Dus ik wil wel sportcoach van de toekomst worden. Dus jij gaat die inschrijfformulieren direct invullen? Ik ga die inschrijfformulieren invullen. Dan wens ik jou heel veel succes met Dank de studie. Dankjewel. Goed zo. Dankjewel. Tot ziens. Jo.